wil met Sparta in de Eredivisie blijven. Dat is hetgene waarom ik nu zo'n stem heb. Misschien ook heel slecht eruit zie. Maar dit is waar we ook voor gaan. Ja, Henk Vrezer, logische vraag, maar daar had ik meer in gezeten vandaag, hè? Ja, dat denk ik wel. Wat is dat toch dat jullie... Ik heb de laatste jaren aardig wat edities gezien dat PSV op een of andere manier het beste in jullie naar boven haalt. Ik weet het niet. Misschien ligt het die ploeg ons wel. Ik weet het niet. Ik heb geen verklaring voor. Je hebt trouwens nauwelijks stem. Nee, klopt. Hoe komt dat? Ja, de wedstrijd. Ja. Heeft je nou vandaag echt nog veel meer staan schreeuwen dan ooit dan? Nee, volgens mij niet. Maar misschien wat harder, ik weet niet. Meer publiek weer erbij, hè, dus. We even het moment van de wedstrijd eruit halen. Rode kaart voor Verschuren. Hoe heb jij dat gezien? Wat gebeurde daar? Kijk, je weet, we speelden met een bepaalde agressie, denk ik, vandaag. En dan is het zonde dat de timing in zo'n moment niet helemaal goed was. De plek, want daar heeft men het vaak over, die vindt men dan ongelukkig. In dit geval kan ik dat wel begrijpen, omdat we voldoende mensen nog achter de bal hadden en die meeliepen. Maar ja, dat was nou eenmaal ook een deel van ons spel vandaag. En dat gedeelte gaat helaas niet helemaal goed. Vond jij het een rode kaart? Kijk, ik bekijk vanuit het oogpunt. Ik ken de jongen. Ik weet dat het absoluut niet zijn intentie was. Maar ik moet heel eerlijk zijn, zeker als ik de beelden zie. Dan was het geen moment waar je hem nog kon zetten. Omdat je weet dat die speler ervoor gaat komen. Dus in dat opzicht is het ongelukkig, te gretig, zo zou ik het willen benoemen. Maar dat komt vooral omdat ik weet dat hij absoluut niet een jongen is die je uit de wedstrijd wil schoppen. Maar ik begrijp de beslissing. Resultaat is uiteindelijk teleurstellend, maar zit er al trots in je lichaam over deze wedstrijd? En zeker de eerste helft, was dat misschien wel de beste helft van Sparta van het jaar? Ja, weet ik niet. Dan weet ik niet of dat zo is. Maar ik denk dat je weer in ieder geval een Sparta hebt gezien. Ook de grootste reden waarom ik er nog steeds in geloof. De reden is dat deze ploeg dit kan brengen. Alleen, ik verval in herhalingen als ik de redenen noem waarom we dit seizoen zwaarder hebben dan nodig was. Ja. Nu betekent het dat de jongens fitter moeten worden. Ze raken veel meer op elkaar ingespeeld. Maar we weten dat de tijd krap is. En zeker als je vandaag misschien wel met 11 man een overwinning had kunnen pakken. Dat zullen we nooit weten. Want dat moment is, denk ik, het kantelmoment. En het positieve is natuurlijk, we zeggen altijd je kan goed tegenhouden, maar vandaag schiet je hem er ook gewoon in aan de andere kant. Ja, maar ja. Ja, dat klopt. Niet onbelangrijk. Dat klopt, ja. Even wat jongens eruit liggen. Younes Namli kon niet starten. Wat is daarmee aan de hand? Ja, die had last. Had wel kunnen starten, misschien. Maar dan loop je het risico dat hij uit moet vallen. Mis je een wissel. We wisten dat we heel veel energie erin moesten steken. Dus gekozen voor Sven. Die ook altijd wel goed de wedstrijd in kan. En de knop om kan zetten. Want hij zou niet starten. Hij heeft het naar behoren gedaan. Ik denk dat we Namli met name nodig zullen hebben tegen Go Ahead en NEC Fortuna. Waar we ons iets meer kansen toedichten. Terecht of niet. En Mario Engels kies je vandaag voor. Heeft meer dan een jaar niet in de Eredivisie gescoord. Maar hoe kijk je naar hem? Want ongelooflijk wat een werk verzet hij wel. Maar toch in de afronding dan ongelukkig ook vaak. Ja, kijk, Mario is een van mijn favoriete mensen. Speelt niet altijd, maar we hebben een fantastische relatie. Mario zal altijd energie brengen. Oké, soms is hij ook daarin te druistig. Maar je kan hem nooit ontzeggen dat hij arbeid levert. Dat heeft invloed op het scorend vermogen. Want je steekt zoveel energie erin. En dan kom je soms krachttekort bij het afwerken. Maar ook jou. Ik denk dat hij het ook fantastisch gedaan heeft vandaag. Tot slot met je laatste beetje stem. Heb jij ook aan PSV misschien wel een visitekaartje afgegeven vandaag met de eerste helft? Ben jij een van de kandidaten daar, denk je? Ja, dat ben je niet bij het juiste adres, denk ik. Daar ben ik ook totaal niet, dat zit niet in mijn hoofd. Ook niet benaderd. Ik wil met Sparta in de Eredivisie blijven. Dat is hetgene waarom ik nu zo'n stem heb. Misschien ook heel slecht eruit zie. Maar dit is waar we ook voor gaan. En ik heb al gezegd, dit is voor mij de reden waarom ik in deze groep geloof. Dat wij het kunnen gaan redden. Maar dat betekent wel dat we de komende wedstrijden, en zeker de tegenstanders waar we iets meer kansen kunnen hebben, moeten we het gelijkwaardig brengen. Want anders is het allemaal voor niks geweest dit.